Het WK staat voor de deur en de verwachtingen rond de Belgen zijn hoog gespannen, wil jij als zo goed? 15 op 30.241 naar goede gewoonte wordt elke maandagavond uitvoerig naar de kaart over het voorbije voetbalweekend in. 10 over half 11 s'avonds 6 naar goede gewoonte ontvangt Frank Raas op maandagavond enkele gasten in extra time. Vandaag zijn 3 over half 11 s'avonds 12 Toby Alderweireld lijkt een drukke transfer zomer tegemoet te gaan. De Rode Duivel wordt al enkele. 6 voor half 11 s'avonds 24 VfL Wolfsburg en Holstein Kiel streden vanavond om een plaats in de hoogste Duitse divisie, de. Kwart over 10 s'avonds 13 de niet-selectie van Raja Nepgolan zal naar alle waarschijnlijkheid nog een lange tijd nazinderen. Kwart over 10 s'avonds 42 vandaag stond de Belgische voetbalwereld in rep en roer door de niet-selectie van Raja Nepgolan. 10 uur s'avonds 172 de niet-selectie van Raja Nepgolan was uiteraard het gespreksonderwerp van de dag, maar ook de 21 op 52.236 RSC Anderlecht verloor zondag zijn zesde wedstrijd in de play-offs en moest uiteindelijk vrede nemen. 21 op 38.184 KFCO Beerschot Wilrijk liet in play-off twee mooie dingen zien en dat is niet onopgemerkt gebleven, zo. 21 op 22.194 Arsenal staat in de startblokken om de nieuwe manager voor volgend seizoen aan te wijzen. De Gunners 7 over 9 s'avonds 254 Bondscoach Roberto Martinez heeft enkele dagen na zijn contractverlenging geen goed figuur geslagen. 20 op 51.950 Standard beleefde onverwacht een uitstekend seizoen, daarom wil het niet al te veel sterkhouders. 20 op 31.273 de niet-selectie van Raja Nepgolan voor het WK is ingeslagen als een bom bij Voetbal Midden-Nederland. 20 op 20.308 Real Madrid-president Florentino Pérez heeft coach Zinedine Zidane naar verluid verzocht om Gareth. 4 over 8 s'avonds 234 Raja Nepgolan zal er niet bij zijn op het WK en dat zorgt voor veel controverse. Niet in het kwart voor 8 s'avonds 12.30 minder dan een halve dag voor Roberto Martinez zijn selectie voor het WK bekend maakt, lekte al uit. Kwart voor 12 s'nachts 12.27 Club Brugge sloot zijn seizoen af met een 0-1 nederlaag tegen Agent, maar dat kon de feestvreugde. 23 op 30.561 maandagmiddag om 12 uur 's middags maakt Roberto Martinez in Tubeke zijn selectie voor het WK bekend, de 23 op 16.739 Anderlecht sluit het seizoen af op een teleurstellende derde plaats en kan de focus nu volledig op 11 uur 's avonds 512 FC Barcelona heeft zijn seizoen nog afgesloten in schoonheid in zijn laatste wedstrijd legt het kwart voor 11 s'avonds 90 Anderlecht lijkt komende zomer afscheid te nemen van een aantal sterkhouders. Zo willen Leander, 22 op 30.930 wat al een hele tijd in de lucht hing, werd vandaag ook bevestigd. Ricardo Zapinto is volgend. 22 op 15.988 Marouane Fellaini is een van de zekerheden in de verwachte WK-selectie van de Rode Duivels. Door, 10 uur s'avonds 124 Timmy Simons werkte vandaag op 41-jarige leeftijd zijn allerlaatste wedstrijd voor Club Brugge af. 21 op 45.276 KRC Genk sloot de play-offs af met een knappe zege op het veld van Anderlecht, maar dat bleek. 21 op 30.382 Anderlecht heeft een moeilijk seizoen in Mineur afgesloten, want op de laatste speeldag leed het nog. 21 op 16.593 Antwerp draaide met een volledig nieuwe kern een uitstekend eerste seizoen terug in de Jupiler Pro.
9 uur 's avonds 458. De supporters van Club Brugge hadden het kampioenenseizoen liever op een andere manier afgesloten. 7 voor 9 s'avonds 1037. RSC Anderlecht zal het volgend seizoen zonder Champions League voetbal moeten doen. De Brusselaars 20 op 42.618. Standard heeft een turbulent seizoen op fraaie wijze kunnen afsluiten. De Roetje hadden de beker al. 20 op 32.926.